Dames en heren, na de wedstrijd te Werven tegen Sporters praten we na met Martijn Jansen. Martijn, ja. Mooi weer vandaag hier. Goed zonnetje. De wedstrijd, vertel maar. Ja, moeizaam denk ik. Ik denk de eerste helft heel erg slordig. Waardoor je zelf een beetje in de problemen komt. Door foute passes staan ze voor de goal 1-0. Dan een goede vrije trap van Robin. En ik denk dat we heel weinig kansen gecreëerd hebben. En zij ook. Dus ik denk echt een draak van de wedstrijd. Heel te laag tempo. Ja, ook. Nou, dan kom je maakt het jaren maar zelf moeilijk, denk ik. Ja, laag tempo. Veld helpt niet echt mee. Het is ook droog. Maar ja, we hebben gewoon slecht gespeeld. Zullen we deze wedstrijd maar gauw vergeten? Half finale is belangrijk. Ga lekker douchen. Dames en heren, we praten na met Mitch van der Vlist, aanvoerder. Aangetasten. Mitch, mooi weer vandaag hier. Ja, dat is ook het enige lekkere van vandaag. Wat slechter? Het was niet best, nee. Komt dat? Na ben je nog van dinsdag? Ja, dat speelt wel mee. Speelt wel mee. Hebben we nog last van het? Ja, zij waren ook niet best. Ik denk dat het beide partijen slecht was. Eerst binnen de derde minuut eigenlijk een mooie kans alleen voor de keeper. Ja, ik denk ik blijf heel rustig. En ik merkte in het warming-up al dat die bal een beetje opstuitte. Dus ik denk ik speel hem, doe schuimbeweging, keeper gaat naar rechts. En ik denk rustig aan de linkerkant, maar ja, gaat er gewoon overheen. Wat deze wedstrijd maar gauw vergeten? Heel snel. Dankjewel. Dames en heren, ook heel bezig hier is Zakaria Isati. Zaka, we zijn even nieuwsgierig. Hoe gaat het met je blessure? Wat heb je precies gehad? Ja, ik heb een irritatie aan mijn liespees. Ik lig er nu ongeveer al 3 maanden uit. Alleen, ik zit nu eigenlijk op het einde van mijn herstel. Dus ik hoop eigenlijk gewoon binnen 2 weken weer op het veld te staan. Gaan ze je sparen voor de na-competitie? Ja, nee. De trainer gaf al aan van de na-competitie is eigenlijk het belangrijkste. Alleen 28 april staat er natuurlijk ook een halve finale voor de beker. Maar goed, wanneer het gewoon volledig pijnvrij is, dan sta ik gewoon op het veld. Het maakt mij niet uit wanneer al is het voor de na-competitie. Ik wil gewoon zo snel mogelijk weer gaan spelen. Want ja, kijk, ik sta er nu al 3-4 maanden uit. Ook te zien aan het spel als een missie, denk ik. Ja, nee, ik mis hen ook. Dus het is niet. Maar goed, het spel was vandaag helaas wel minder. AC heeft weer gelijk gespeeld. Dus ja, dan is het wel frustrerend dat je alsnog niet met de bovenste plekken meedoet, zeg maar. Hij sterkte. Sterkte meestal. Dankjewel, Dirk.